Yo kikkers van Watchdekker, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Lord of the Rings Let's Build. En we zijn hier vandaag weer met een nieuwe video over wat we vandaag hebben gedaan. Zoals jullie hier kunnen zien, hebben wij hier een geweldige muur staan. En als je naar de andere kant kijkt, dan zie je dat er hier ook al wat is gedaan. Dit hebben we even namelijk buiten de opnames gemaakt. Het was voornamelijk kopieer- en plakwerk. Wat ik heb gedaan, ik heb die toren hier ronder gemaakt. Oftewel, die ronding die aan deze kant zat, oftewel aan de voorkant, heb ik gekopieerd naar de andere kant. En het met dit, een soort van vulsysteem heb ik dit afgemaakt. Bij de punten waar het dus omhoog ging, kwamen dit soort puntjes op te staan, waardoor het een kleine kantele vorm heeft. Het is niet echt noodzakelijk. Dat is eigenlijk het stukje met de muur. In de vorige aflevering hadden jullie ook gezien dat ik een Yennava skin aan had. Dat klopt, ik zit ook in Yennava en die had ik nodig voor een opname. En deze heb ik, ik heb vandaag weer een soort van skin aan. En die skin die is eigenlijk voor de King Wars opnames, maar daar gaan jullie niet te veel van zien. Maar Dennis, hallo. Mm-hmm. Wij gaan vandaag weer even bouwen, of niet? Ik zit te kijken, want het is, de toren is een... Ik denk dat het een zeshoek of een zevenhoek is, maar het is echt een zeshoek of een zevenhoek? Oké. Okay. Wacht, nee, het is een zeshoek. Een zeshoek. En hoe wil je een zeshoek gaan maken in Minecraft? Oké. Ja. Simpel. Ja, het is moeilijk, je hebt dan die punten en dan zit er een ronde soort ronding in tussen die punten in, dus eigenlijk zou bijvoorbeeld... Hier zou bijvoorbeeld de volgende moeten komen. Dat je een soort, Oh, op die fiets. Ja, ik snap hem wel. Dus, wel iets anders zit dan... dan krijg je hier dan nog een mooie cirkel uit. 2x2. Dan maken we hier weer die soort punt. Ik heb deze aflevering ook zonder facecam gedaan, omdat mijn facecam niet echt meewerkt als ik bij mijn vader ben. Mijn ouders zijn namelijk gescheiden en dan kan ik niet echt wel met de facecam werken. Dus sorry daarvoor. Als jullie het in ieder geval fijner vinden zonder facecam, moeten jullie dat even achterlaten in de comments. En dan kijken we daar wel even. Maar ik heb nooit facecam gebruikt. Ja, wat? Ik heb nog nooit mijn facecam. Ja, ik heb één keer mijn facecam opgenomen, maar dat was livestream. Ja, de Denminers livestream. Yes, it was an arable, you know the place. En we hebben ook twee te gekke video's opgenomen op het kanaal van Dennis. Want Dennis die doet ook een Let's Build. En op zijn kanaal doet hij Rivendell. Ik weet niet of de meeste mensen dat kennen. Dat is wel vrij populair vanuit de films. Ja, Helm's Deep niet dan. Ja, Helm's Deep ook wel, maar ik vind Rivendell vind ik zelf ook wel een spectaculaire plek om te zijn. Ja, het is wel iets aparts. Ik bedoel, de meeste mensen zeggen ook, what the fuck, waarom ze een dwerg, een elfenstad aan bouwen? Wat is de logica tegenwoordig? Yes. Kan tegenwoordig blijven allemaal, jongen. Oké, en dan komt hier een soort van splitsing van de toren en dan gaat hij nog verder in de berg of sluit hij echt aan direct met de berg? Hij staat eigenlijk aan de kant waar ik nu sta. Ja. Dat, kijk, zeg maar. Eigenlijk weet ik, zeg hier. En dit stuk hier. Ja. Hier zit een poort, om het zo te zeggen. En op die poort. Eigenlijk tegen heel deze zijkant, bijna eigenlijk vanaf bijvoorbeeld. Hier of zo, tot echt letterlijk. Denk ik. Hier aan de achterkant zit steen tegenaan. Maar ik doe even de vorm van de toren. Dat zit echt helemaal tegen steen, want hij zit met zijn zijkant, eigenlijk met de rechterzijde, als je er recht voor staat, recht voor Helm's Deep, zit hij helemaal in het steen. Ja. Oké, nice. Maar misschien dat jij al iets met de vijfhoek kan doen. Ja, of zal ik eerst de muur gaan maken? Ja, ik zou de muur, maar ik bedoel, anders zou je heel de tijd kijken van uitplannen, hadden we van tevoren moeten doen. Ik ben geïnteresseerd. BS sfeer 1, 4. We gaan eerst eventjes... Oh, ik stop bijna mijn muis weg. We gaan eerst even hier dit een beetje opvullen met steen, want dit staat ook in steen zelf. Misschien dat hier ook nog die trap komt waarmee je de toren in kwam. Of hoe zat dat, Dennis? Jij had daar expertise van. Ja, wacht even. Heel even wachten. Ik ben nou bijna... Wat wil je? Dat je die trap die in de berg... Die komt toch vanaf beneden en die kwam een beetje tegen deze. Ja, die gaat de toren in. Oké, BR. Of wacht even, pak even een pijl voor.
De commands die ik nu gebruik, dat zijn Voxel Sniper en World Edit. Dus weet je dat niet, zoek even Voxel Sniper, die ga ik nu gebruiken. Zoek die even op. Ja, en als jullie de plugin World Edit niet kennen, die kennen denk ik de meeste wel, maar je kunt opzoeken, World Edit. Yes. En dan kun je even, ja, daar komt dat ik zie dat ik een iets verkeerd gedaan heb, maar het is echt letterlijk één blokje, bijna. Oh, mijn buren die hebben nu een hond. Of die hebben zich een soort van gasthond is dat. En die zit echt de hele dag te blaffen. Echt. Gewoon verschrikkelijk. Ik heb zelf ook een hond, maar die is tenminste nog wel een beetje stil. En jij natuurlijk ook, jij hebt ook een hondje. Dennis? Ja. Ik zit even te kijken, want ik heb hem. Nu heb ik hem bijna. Ik denk dat wij maar eens met die toren gaan beginnen, want anders komt daar, of met die muur, want anders komt daar helemaal geen progress in deze video. Het is wel de bedoeling dat we natuurlijk wat gaan zien. Dus, oké, gaan we eventjes wat doen hier. Zo. En het ja. Is dat je gaat schijnen. Kijken. Ja, nou klopt die. Maar is deze muur ook echt gewoon helemaal recht, of? Je hebt kaarsrecht, hij buigt af en gaat in één keer recht. Oh, dat het nog zo snel gaat, dan... Ja, eigenlijk had de toren misschien anders, want... Godverdomme, dat is wel vies. Hey, die vlog hebben video's, dat vind ik niet leuk. Sorry. Nee, maar ik zie nou in één keer weer een andere foto nog voorbij komen. Nog een andere foto? Ja. Zeg maar, dat pad naar boven toe zit zelfs nog achter de toren. Dus hij loopt langs de toren omhoog. Dat is eigenlijk een stuk wat je in de film ook helemaal niet ziet. Maar dat zit nog achter de toren, blijkbaar. De pad loopt van, laten we zeggen dat ergens hier of zo begint. Die gaat de ene helling op, zo. Zo, en dat die dan hier of zo ergens eindigt. Mhm. Denk ik. Maar ja, daar maak ik nog geen zorgen over. Anders wil je hem weer ook hier een beetje kapot maken? Of denk je dat je hier gewoon meer een hele muur wil maken? Ik denk dat het gewoon handig is dat we hier een hele muur maken. Mag het bijvoorbeeld dat je wel wat diepte erin brengt, dat is verder geen probleem hoor. Maar... Oké. Ja. Ik ben ook maar een beetje bezig met een patroontje te maken en dan kijk een beetje van hoe ziet dat eruit. En dit is dan wel een beetje hetzelfde, maar dat kunnen we aanpassen door middel van andere items. Of niet? Ja, wij kunnen alles redden. Wij gaan het gewoon maken. Pop! De power kunnen buy it, maken. Nee? Ja. Ik had gewoon nee. Terug. Poppies en Dizzy. Da-na-na. Da-na-na-na. Maak een lol. Klaar. Nee? Ja, klaar. Bob de Bauer, onderbroeken vouwen. Bob de Bauer, nou en Dennis, off. Please, don't. My ears are going to be raped, lad. Not bloody. The fucking way to do this shit. You want some, mate? You want some? Can bloody give it you? Yes. Dat is echt zo'n filmpje, daar stuurt Bono dan heel tijd op WhatsApp naar je door, hè? Zo van, you want some, mate? You want some? Can bloody give it you? Okay, Lord. Is het misschien niet vet om hier ook van die, houten schotten tegenaan te maken? Het zit er misschien niet, maar als er bijvoorbeeld hier beneden mensen lopen en die willen op die trap omhoog. Ja, op zich kan het wel, maar het zit niet in de film, dus dat... Ja, oké, jongens, ik heb niks gezegd. Zo, hij moet zo echt lijken als in de film, weet je wel. We zijn niet echt van die boekenbouwers, want er zijn ook heel veel mensen die bouwen dit soort dingen na vanuit boeken, vanuit de ideeën die Tolkien had. Maar wij bouwen het echt gewoon, wij proberen het zoveel mogelijk na te maken van de film. Ook al kan het niet echt, want als je dit echt maakt zoals uit de film, dan is het echt gewoon zo ongedetailleerd en dan ziet het er echt gewoon niet uit. En ja, ik wil het wel bouwen, maar ik kan het niet. Ik kan dat niet uit mezelf. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik kan het gewoon. Dennis. Voor mij gaan de deur open, de deur wel gaat af, mijn ma roept, hey. Ja. Dennis, kaarten! Ja. Ja, nee. Weet het, wij doen altijd. Ik kom zelfs al niet eens meer op de naam. Ik weet het ook niet. Nee, maar ik had een keer gezegd dat ik deed. Kolonisten van Catan. Ja.
En ik had de kracht gesproken dat ik dat met mijn tante zou doen. Mijn tante zei, oh, dan ga je niet winnen, ja, dat weet je. Ook gewoon met die stem, bij ons thuis is het met dat spelletje zo van, ons pa, je weet gewoon, als ons pa meedoet, wint altijd. Je hoeft niet te gokken, ons pa wint altijd. Ja, maar hij weet gewoon hoe hij die monopolies kan krijgen. Nou, het is geen, het is niet echt monopolie. Het is eigenlijk, je hebt dropjes, straatjes, huisjes en alles, die moet je dan neerzetten en met elkaar verbinden. Gewoon, zo'n monopolie wel krijgen door middel van die kaartjes. Dan kan je dat kopen of zo. Ja, Dennis! Je moet naar bed toe. Nee. Nee, Leon, ze hebben nog niet zoveel schat. Fuck off, Leon, fuck off. Weet waar je woont, hè? In Enschede. Ja, ik ben al bij jou thuis geweest. Shit, hij weet mijn adres. Right, hij weet mijn adres. Check voor mijn adres. You fucked, ja, blad. Oké, we gaan ook nog wat van deze zooi erin gooien. Waarom? Ja, daarom. Vindt Henk leuk. Man. Zit een natuurlijke warme even te gaan. Hoe lang denk je dat we eigenlijk nou nog bezig zijn? Want we hebben nou bijna echt de buitenste stukken hebben af. Daarachter moet natuurlijk ook nog een hele berg komen. Voorlopig zijn we nog even bezig, hoor. Ja, dat zeker. Want we moeten nog binnenkant maken. Nog meer bouwen. Nog meer en nog meer. Nog meer en dan nog meer. Denken we dat het af is, maar dan moeten we nog 3 afleveringen maken. Ja, want de showcase dan nog rond de hele tour. Ja, we zijn sowieso ook nog wel eventjes bezig off the screens. Waarom? Ik wil voornamelijk de basics wel gaan behandelen of een beetje bouwen in deze afleveringen. Maar ondertussen wil ik ook wel een beetje wat details zelf toevoegen. Want anders ben ik echt gewoon uren bezig dat ik echt gewoon hier omheen vlieg. En dan denk van ja, hier kan nog wel wat en hier kan nog wel wat. Ja. En dan heb je allemaal knipvideo's en dat vind ik niet echt leuk om op te nemen. Ik vind bijvoorbeeld Reign of Kings, dan ben ik ook heel veel bezig met knippen en plakwerk, maar ja. Kijk wel een leuke naakte man aflevering. Ja, dat was wel een leuke video, vond ik zelf. Ja, vooral de thumbnails. Ja, de thumbnails vind ik altijd wel leuk om te maken, want dan kan je nog een beetje knippen, plakken, hetzelfde idee is dat. Maar ik vind Photoshop wel heel leuk om te doen. Ja, ook al gebruik ik geen Photoshop, ik gebruik GIMP, dat is een gratis versie van Photoshop. Maar ja, of je pakt gewoon Photoshop en download een versie op internet die het gewoon meteen doet als je hem opstart. Ja, maar dat vind ik niet echt geweldig. Ik kan hem updaten en al. Een legale versie dan of een... Wat is dat? Ik heb hem gecrackt, ik weet niet hoe. Ik heb ooit een keer zo'n file gevonden. Ik heb op... Wat ik ook met heel veel programma's doe, u gaat op YouTube intypen how to get CD code of die codes voor die programma's. Ook zoek het op, gelijk gevonden. Moeten we eigenlijk niet zeggen, hè? Want anders krijgen we... Dit is zo'n momentje dat Leon dan in zijn video doet piep, 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 piep. Nee, te veel moeite. In ieder geval niet een bouwvideo. No, Dennis, no. Maybe next year. No. Ja, de muur begint er al wel leuk uit te zien. Ja, deze poot, weet je, die begint hier. Die loopt schuin af. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat we hier upster. Oh, die fiets. Oké. Okay, yep. Ik gooi per ongeluk wat weg. Ik ga even kijken hoe hoog die muur, of waar loopt het hier? Oh, het moet hier ook allemaal nog omhoog worden gemaakt. Dus hij moet hier nog 3 hoger of zo. Even kijken. Volgens mij wel. 2 blokjes hoger. Oké, dan gaan we dat even doen. Dan moeten we weer kantelen maken. Kantelen, Henk! Wat? Henk! Kantelen! Gaat verder maar Henkje moeten. Ja, ik weet waar zit heel de te roepen? Dennis! Eten! Nee, niet eten. Dennis, kolonista! Dat ja. Oh, het is jouw pa eigenlijk. 26. Ik is best slecht dat ik het gewoon niet weet nu. Wat denk je, tussen de 30 en 40 of tussen de 40 en 50? 40 en 50. Moet hij naar voren bij sommige stukken, want dan kunnen daar die stukken op. Ja, zo moet. Hoe gaan we dat hier doen? Ook precies hetzelfde. Nou, we moeten even kijken, hij moet wel naar voren komen. Ja. Zo. Pak hij.
Oh, dikke leg spike. Maar ik vind het altijd wel leuk als je dan iets hebt gebouwd, dat je dan weer opnieuw kan bekijken van hoe heb ik het ook alweer gedaan. Bijvoorbeeld, dit is echt het eerste gebouw wat ik echt totaal film vanaf het begin. Of echt vanaf het begin af aan. En dan uiteindelijk het ook gewoon weer kan terugchecken. Dat vind ik altijd wel heel leuk om te doen. Ja, dat is wel. En het mooiste is dat het ook nog waarschijnlijk gebouwd gaat worden. Ja, want je kan hier natuurlijk als straks een server runt, of echt gewoon goed runt en openbaar is voor iedereen, dan kan natuurlijk iedereen mooi lekker mee. Zo. Oh, jij bent. Hoe ga je die punten eigenlijk doen? Ik heb er helemaal geen verstand van. Wat? Wil je het helemaal zo naar beneden trekken, deze punten? Zo. Ik denk dat wij iets moois hierin gaan douwen wat wij al heel veel in het fort hebben gedaan. En dat zijn die naar binnen gebogen vormen. Dan bijvoorbeeld zo. Dan, Ik ga even die boom hier weghalen, want dat is echt wel een stoorzender. Oké. Want hier staan echt wel heel veel bomen. Of ja, je zou denken, dit is eigenlijk vanuit de map zelf, hebben ze hier allemaal bergen gegenereerd. Maar die met stukken bossen ertussen. Ja. Die mapmaker die heeft het leuk gedaan hoor. Ik zeg niet dat het slecht doet, maar. Ja, schiet de gijs op. Slash slash replace 17-0. En slash slash replace. En dan pakken we leaves. En die gaan naar de kan. En dan hebben wij het bos weg. Ja, moet iets langer wachten. Dance infusie met de papa. Oké. Okay. Hij komt er zo aan hoor. Ja. Wauw. Lekker Dennis. Soepel. Ja. Even kijken. We hebben nu die berg en jij gaat het dus allemaal doen met die ingebogen stukken. Dat kan wel, maar wil je dat allemaal een beetje hetzelfde doen of wil je dat het allemaal een beetje afwijkt van elkaar? Dus bijvoorbeeld afwijkt van elkaar is denk ik het beste. Oké, dus dan mag ik hier random opbouwen. En dan gaan we de gaatjes vanzelf wel weer lekker vullen. Maar even weer terug om op die bergen te komen. De mopmaker die heeft eigenlijk allemaal leuke dingen gemaakt. In die richting van, ja, het moet allemaal zo een beetje in elkaar zitten. Maar hij heeft er niet echt bij gedacht dat er ook bijvoorbeeld nog bruggen over de vier heen kunnen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon echt, zoals je hier op L drukt, zou ik even doen. Dan zie je deze lijntjes. En dan komt hij bijvoorbeeld over deze rivier heen. Dan gaat hier gewoon een setje met houten planken recht over het water in. Dus dan zie je geen brug, maar dan zie je gewoon echt water. Of plankjes op het water drijven. Echt heel vaag, maar het ziet er wel grappig uit. Maar wat gaan wij nou doen met deze map? We gaan al die rivieren gaan we omtoveren tot fatsoenlijke bruggen. En in ieder echt geval waar? Moet ik doen. Ja. Oh, dacht al. Niks. Dacht al. Niks. Dan maak ik verschillende soorten bruggen. Dit was dan denk ik eventjes het einde van de aflevering, want ik hoorde dat Dennis weg moest. Ja, dus, en Leon's hond gaat toch los. Ja, hij gaat helemaal los. In de volgende aflevering gaan we dus bezig met deze toren en gaan wij hopelijk beginnen Hornbaak. De Hornbaak. Gaan we hopelijk beginnen met de binnenkant van het fort. Het heeft nou echt heel lang geduurd. We hebben de zijkant van de muren af en ik wil hier gewoon zo graag met de binnenkant bezig. Vonden jullie dit dus in ieder geval een leuke aflevering, helaas zonder facecam. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Subscribe op WatchJagger voor meer Let's Build video's. En dan zie ik jullie graag in een nieuwe video van de Let's Build serie. Kijk ook even naar het kanaal van Dennis en tot de volgende keer. Ciao!